Yo, Nintendo fans! De Rabbids zijn terug in Rabbids Party of Legends. Daar zijn ze, jongens. Een lekker boekje te lezen. Weer in het toilet, hè? Oh, opeens hebben ze een iPad. Het verhaal over een reis naar het westen toen de apenkoning was geboren uit een magische steen. Heerste hij over zijn stam bij de Bloemfruitberg. Hij leerde kostbare vaardigheden en verzamelde verleden tot over de voorwerpen die allemaal van invloed waren op zijn lot. Jeetje, dit gaat snel. En hem tot een god van het hemelrijk maakten. Maar het liep allemaal verkeerd af. Daarom zette de verlichte ziel hem gevangen onder de Vijfvingerberg. Pas 500 jaar later werd hij gered door Tripitaka. Samen reisden ze naar het westen. Onderweg sloten Pixie en Sandy zich bijna aan. Ze overwonnen vele beproevingen. Lekker bezig, jongens. Toen waren ze in de Leyen Tempel. Oké. Daar werden ze verlicht. Oh, kijk nou uit met die wasmachines. We weten hoe dat gaat. Dat gaat fout elke keer. Ja, zie je wel. Ze zijn weer opgezogen door de wasmachine. Ja hoor. Net als in Mario Rabbids. Is er weer een wasmachine geteleporteerd naar een andere wereld. Oh nee. Oh, daar komen ze. De Chaos Rabbids. Ze gaan hier ook weer de boel op stel te zetten. Met papieren vliegtuigjes. Heel irritant. Heel irritant. De oorzaak van de chaos. Onder een magische bel. Oh. Oh. Oké. Lekker, de rabbits worden naar aarde verzonden en daar moeten de heilige boeken vinden. In ruil voor de wasmachine. Oh, oké. We kunnen uit superveel verschillende rabbits kiezen al gelijk. Zullen we gewoon het lot laten bepalen, jongens? Wie zijn wij? Wij zijn Rabbit Knappe Piggy. Welkom bij een nieuwe Peppa Pig video. Oké. Let's go! Het eerste hoofdstuk. Win de meeste geschriften. Daar hebben we het nog een keer. Ja, de bel die werd over de wasmachine dus gegooid. En wij moeten nu de magische boeken gaan vinden. Want... Ze zijn zo verdrietig. Als jullie die uiterzuinige wasmachine terug willen hebben, breng me dan mijn heilige boeken. We krijgen wel allemaal superkrachten of zo gelijk. Dat is wel aardig. Kijk ze gaan. Vier stenen eieren? Geboren uit stenen eieren. Dat is waar de reis begint. En als je die rabbits vet vindt en als jij heel graag Mario Rabbids 2 wil zien, knal die duimpjes omhoog, jongens. En laat even een reactie achter. Welke rabbit vind jij het coolst? Daar ben ik benieuwd naar. Oké, de reis begint vanaf de Bloemfruitberg. Volgens de legende zou er een held geboren worden uit magische stenen ei. Wacht even. Waarom zijn er dan vier stenen eieren? Dat is de vraag. We moeten tegen Rabbit Sandy, Rabbit Tripitaka en nog eentje. Dat ging echt veel te snel. Val niet van de cliff. Kijk mijn hoofd, jongen. Ik heb echt zo'n gekke, lelijke rabbit. Oké, ik ben dus linksbovenin de blauwe bal. Let's go. Moeten we de resten vanaf... Oh, we kunnen wel de resten vanaf plempen. Oh, lekker. Lekker, geel eraf. Nice, oh, geel is er nog niet af. Die gaat mij er bijna afplempen. Ja, geel eraf, lekker. Hoppakee, go. Go. Oh nee, ze willen mij eraf hebben. No. Oké, nou, terug naar het midden. Lekker, ik heb nog steeds 5 levens. Heerlijk, groen gaat eraf. Oh jeetje, er komen allemaal rabbits voor in beeld. Oh, nee. No. Groen is inmiddels bijna kapot. Rood heeft ook nog 4 levens. Nu nog maar 3. We moeten eerst rood, jongens. Rood. Eraf. Eraf, rood. Wegwezen. Ja, die gaan we pakken. Oh, we gaan er zelf ook af. Nee. Nee. Nee, ik ga er nog een keer af. Maar dat was zo niet eerlijk. Oh, dit wordt... Nee. Ah, nee, ik ga verliezen. Ik moet echt nu in het midden blijven. Groen. Wegwezen nou. Oh, leeft rood ook nog? Oh, rood leeft niet meer. En groen. Groen ook niet meer. Kom op. Plempen eraf. Ja. Dit was serieus nog lastiger dan ik had gedacht. Het is eigenlijk een soort Mario Party, maar dan met rabbits volgens mij. Deze eerste minigame was in ieder geval superleuk. Hallo helden, dit is jullie verlichtingsniveau. De scores worden bij elkaar opgeteld. En als deze vol is, gaan jullie een niveau omhoog. En ontgrenden jullie meer personages en minigames. Kom maar op met die verlichting. Oh, alle scores tellen van elke rabbit. Oké. Waren dat dus die 4 eieren waar wij op stonden of zo? Of waar wij in zaten? Een open rotsei glittert in het licht en trekt je aandacht. Hoppakee, nummer 1. Nu moeten we ons katapulteren naar het koningschap. De rabbits ontdekken de watergordijngrot. Men zegt dat degene die als eerste in de grot springt tot koning wordt uitgeroepen. Hoe ga je dat aanpakken? De rabbits hebben een nieuw idee. Deel de ontstopper zo dicht mogelijk op bij 0000. Oké, 4... 3, 2,
1, 0. Nu! Oh, volgens mij. Volgens mij gingen we echt heel goed. Oh, 0,098. Zo sick. Oh, we moeten nog een ronde. 3, 2, 1, 0. Nu! Ik denk dat ik nu iets eerder was. 0,131. Lekker! Dit is super leuk. 3, 2, 1, 0. Nu! Ik hoop dat ik niet te laat was. Alweer 0,098. 3, 2, 1, 0. Nu! Nu was ik eerder, maar we spelen het op safe. We moeten dit winnen. 0,196. Lekker dit. En de laatste ronde. 3, 2, 1, 0. Nu! Ah, dit ging goed hoor. Dit ging lekker. 0,164. Wij winnen keihard. Leuke minigames tot nu toe. Echt een soort Mario Party, ja. Maar dan met een story mode erbij. Vind ik wel cool. En we staan nog steeds dik eerste. En we gaan nu naar de open zee. De rabbits besluiten de bloemfruitberg te verlaten. Ze bouwen een vlot. Steken de open zee over om hun reizen te vervolgen. Oh, we gaan gelijk door naar niet bang voor wat pittigheid. De rabbits komen aan bij de tempel van geest en vrede om toverkrachten te leren. De onsterfelijke Poetie leert ze hoe ze op een wolk kunnen vliegen. Maar de rabbits besluiten te innoveren. De rabbits willen niet alleen op wolken vliegen. Zij willen toffere dingen doen. Alsof dat nog niet tof genoeg was. Oké, ik moet samen met Rabbit Sandy tegen die andere twee. Dus blauw en rood zijn bij elkaar. Eet zoveel mogelijk chilipepers. Gooi snel chilipepers naar je teamgenoot en stenen naar je tegenstanders. Ik moet de chilies opeten, dus ik moet eronder gaan staan, onder de chilies, terwijl mijn teammate ze gooit. Beter gooien goed, vriend. Kijk, ze staan daarboven. Bij de chilipepers. Nou, ik moet dus gaan vangen. Oh, maar die andere is veel groter en dikker. Oké, we kunnen kijken waar we moeten gaan staan. We moeten eerst hier staan. En dan hier. Oh, jeetje. Oh, jemig. Oh, jemig. Ik moet wel echt oppassen voor de stenen. Lekker. Ja, we hebben er best wel veel. Oh, uitkijken voor de stenen. Lekker. Oh, daar komt de steen. Ja, even weg. Lekker, man. Volgens mij gaan we heel goed. Ik hoor bij mijn tegenstander al een paar keer dat hij een steen op zijn bakkes heeft gekregen, volgens mij. Dus dat is top. Wij gaan supergoed. Ik ben tevreden. Er komen wel nu twee stenen aan bij mij. Lekker ontweken. Oh, pas op voor die steen. Oeh, lekker. Het voelt alsof dit echt heel goed gaat. Ik heb geen idee of dat ook echt zo is. Oh, nu heb ik wel een steen op mijn bakkes. Oké, ontwijken, ontwijken. Let's go, pepertjes. Lekker. Nom, 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 nom. Hoe lang duurt dit? Oké, we zijn klaar. Ik heb niet naar de score kunnen kijken. Ja, we hebben dik gewonnen. Oh, we hebben meer dan vier keer zoveel. Oh, we gaan de drakenkoning ontmoeten. De rabbits hebben al magische vaardigheden, maar nog geen wapen. Ze arriveren bij het drakenpaleis, waar ze de drakenkoning moeten ontmoeten om zijn sterkste wapen te krijgen. Wat is het sterkste wapen van de drakenkoning? Je zou zeggen vuur, maar deze game kennende wordt dit iets heel bizars. Je moet de drakenkoning bereiken. Hoe ga je verder? Verzoek een audiëntie, verkleed je als schelp. Vechten. Ik ga niet vechten. Ik ga gewoon vragen. Ik ga gewoon vragen of ik bij de drakenkoning mag komen. Ik ga links staan. Zwaai met de Joy-Con om het rad te stoppen. Oh, spannend, spannend, spannend. Ja, 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 ja. Plus 2. Die drakenkoning vindt mij hilarisch en wil met me dansen. Maar kijk, kijk, zij hebben... Zij kunnen meer boeken scoren, maar ze kunnen ook min boeken krijgen. Dus als ze in het rood komen... Ja, je wordt gevangen en knieuwd voor de drakenkoning stond er. Helaas, nummertje 3. Eén boekje gaat weg bij jou. Dus kijken wat die andere gaat doen. Die staat nu tweede met 4 boeken. Krijgt hij er 4 boeken bij? Dat zou heel sick zijn. Oh, bijna. Hij ziet bijna niks en hij loopt... Waar liep hij tegenaan? De tekst ging heel snel uit beeld. Ja, we hebben wel duidelijk de meeste boeken. Alleen hij kan nog plus 4 nu, hè. Dus hij neemt ook een soort van risicootje. Of niks erbij. Of plus 4. Oh, bijna. Maar waar is die drakenkoning? Ik heb wel de drakenkoning niet gezien. De drakenkoning toont de ijzeren zuil. De naald die de Oosterse zeeën stabiliseert. Hoe lang gaat het duren om de ijzeren zuil eruit te trekken? Yo, ik wil nu wel die drakenkoning zien in deze video, hoor. Daar ben ik nu wel oprecht benieuwd naar. Als jij die ook wil zien, blijf kijken. Want ik ben benieuwd naar die drakenkoning. Trek de ijzeren zuil er als eerste uit. Let's go. Hop, 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 hop. Lekker, lekker, lekker. Mooi. We gaan hard. Oh, we gaan helemaal niet hard. We moeten sneller. Oké, we moeten sneller. We moeten sneller. Want we staan geen eerste. Of we moeten gewoon beter. Ja, we moeten gewoon perfect scoren. Lekker. Ik heb geen energie meer en mijn duim begint pijn te doen. Verdorie. Kom op nou. Haal dat ding eruit. Ja.
Jemig. Ik heb gewoon de zere duim. Nou, we trekken jullie nog even die zeil eruit. Dan ga ik straks wat te drinken pakken. Doei, succes! Een dansgevecht aan zee. Nadat ze de ijzeren zeil hebben verwijderd, zetten de rabbits kamp op om te rusten. Wanneer de avond valt, beginnen de uitgeruste rabbits aan een dansgevecht. Ik moest dansen met de drakenkoning. Is dit de voorbereiding daarvoor? Ik ga weer met Rabbit Sandy tegen die andere twee. Sta op en schud op de maat. Oh, dat is lastig. Dit is gewoon een soort van Just Dance of zo. Oké, als ik deze win, dat zou heel sick zijn. Let's go! Op! Dit is super leuk eigenlijk. Oh, ik had er één mis. Nee, dit wordt echt moeilijk. Oh my gosh. Oh my gosh. Zoveel achter elkaar. Oh, we mogen een bonusdansje doen. Sneller! Nice. Hey, ik ga niet liegen, maar deze minigames zijn minimaal net zo leuk als bij Mario Party gewoon. Dit is echt een leuke game, oprecht. De held, gewapend met gouden ijzeren zeil, keert terug op de vliegende wolk en ontdekt dat de hel iemands leven heeft opgeëist. Wat? Wat? Tijd voor een praatje met die vervelende rechter die dat bevel heeft gegeven. Nou, inderdaad. Jeetje, we gaan opeens helemaal duister. Teken de getekende vorm voordat je de muur raakt. Oh, zodat we erdoor kunnen of zo. Daar gaan we. Oh, ik heb hem al volgens mij. Toch? Ja, ik heb hem al. Cool. Ik heb het zelfs twee keer gedaan. We moeten nu eentje naar links. Nu moeten we weer een pijltje naar beneden. Of een dingetje naar beneden. Wanneer wordt het moeilijker? Wanneer moeten we echt gekke vormen maken? Niet slecht. Oké, ik kan dit beter. Oh, niet slecht. No! Ging ik fout? Nou, ik denk... Ik vind dat ik het... Oké, die tweede was perfect. Zo, zo. Oh, nee, recht. Ja, perfect. Lekker. Oh, deze wordt... Oké, deze is heel lastig. Maar we hebben wel weer perfect. Lekker. Nu andersom. Oh, we hebben niet slecht. Oké. Nu weer de L. Lekker. Nu weer de soort van 7. Lekker. Oké, weer de M. Of ja, het is niet echt een M. Het is meer, ja, dat is het eigenlijk een omgedraaide U of zo. Oh nee, ze gaan in de vulkaan. Ze zijn in de vulkaan geplampt. Maar we winnen alles, hè? Lekker hoor. Kijk eens, jongen. 28 boekjes al. Op weg naar de rechtbank. We moeten de rechtbank bereiken. Hoe komen we daar? Oh, dit is weer zo'nzelfde spelletje. Stuur een lokrabbit. We gaan vechten. Of verkleden als rechter. Weet je, ik ga gewoon weer voor de linker. Ik bedoel, we kunnen 0 boeken erbij krijgen. Of plus 3. Weet je, we gaan in ieder geval geen boeken vanaf. Dus we zien het wel. Want het wordt denk ik 0. Oh, jammer. Oh, hij heeft min 2. Oh, lekker. Die andere heeft plus 1. Nice. Nou, dit is echt de grote gokker. Deze gaat voor plus 6 of voor min 2. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Gaat die plus... Oeh. Oh, hij ging echt bijna plus 6. Maar helaas, toch min 2. We moeten nu boeken van het lot tekenen. Nadat hij de krachten van de rabbits zag, was de rechter gedwongen om de boeken van de dood tevoorschijn te halen. Tijd om alle schulden kwijt te schelden. Oh, we moeten op boeken schieten. Oké, dit wordt vet. Oké, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Wij zijn blauw, player 1. We moeten op boeken gaan schieten. Go, 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 go. Waar zijn de boeken? Daar. Piep, 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 piep. Wajo, wajo, wajo. Oh, een goudboek. Lekker. Oké, de gouden boeken die moeten we pakken. Die zijn 500 punten waard. Ik weet niet of er ook minboeken zijn. Oh, daar, goudboek. Oh, die was 300 punten waard. Cool. Kijk hoe ver we al voor staan. 7500 punten. Hé, ga eens weg, joh. Met je hoofd. Piep, 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 piep. Dit zijn bonuspunten. Maar hé, man. Dit is echt... We hebben dit zo hard gewonnen. We hebben meer punten dan hun allemaal bij elkaar. Misschien moeten we de computer toch op iets hoger niveau gaan zetten. Ondertussen hebben we al 33 boeken verzameld. En gaan we naar een hemelse positie. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. Ik ben heel erg benieuwd of jij deze game net zo leuk vindt als ik. Want ik vermaak me hier prima mee. Een soort van Mario Party, maar dan met rabbits en een avonturenmode. Superleuk. Knal die duimpjes met z'n allen omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende video. Mazzel!